Hallo allemaal, we zijn er weer met onze nieuwe vlog vandaag. We maken een vlog over hoe maak je nou de juiste studiekeuze. Ik heb een aantal dingen voor jullie opgezocht. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Dat doe ik niet altijd. Een circusclown worden of een bankdirecteur. Dat zijn gewoon hbo-opleidingen die hier in de regio gegeven worden. Best gek. Ook kan je een opleiding doen voor jodelen. Nou denk je, jodelen, wat moet ik daar nou weer mee? Maar daarmee beginnen we met onze eerste tip. Tip 1 is namelijk, voordat je een studiekeuze maakt, ga eerst eens bedenken, wat vind ik nu eigenlijk leuk? Waar ben ik goed in? Waar liggen mijn kwaliteiten? Welke talenten heb ik? Ben je goed in jodelen? In Zwitserland kan je daar de opleiding voor volgen. Tip 2, de bottenbuilmethode, jongens, werkt niet. Als je denkt, ik ben niet goed in taal... Die was echt heel hard. Hoorden jullie dat mensen? Dat was echt heel hard. Tip 2 doen we even opnieuw. Tip 2. De bottenbouwmethode werkt niet. Als je denkt, ik ben niet goed in taal, schrap dan niet alle opleidingen die te maken hebben met taal. Want misschien zit er wel een opleiding bij die je leuk vindt, maar waarvan taal maar een klein onderdeel is. Oh, kijk nou, wat een schatje. Tip! Tip 3 met een toeter! Tip 3. Pas op met vooroordelen. Als mensen al zeggen van, oh man, die opleiding fysiotherapie die is zo zwaar, zou ik niet aan beginnen. Laat je daar nog niet tegenhouden, want misschien vind jij hem niet zwaar. Tip nummer 4. Een studiekeuze, jongens, is niet definitief. Meer dan 75% van de mensen die meer dan 25 jaar werken, zijn gewisseld van branche. Dus trek er niet te zwaar aan. Hak die keuze, maak... Hak die keuze door midden, ik kan jou schelen. Hak die knoop gewoon een keer door en maak een keuze voor jezelf. Mocht je nou nog steeds niet weten welke studiekeuze je moet maken en je zou er graag wat hulp bij willen, wij kunnen een beetje helpen. We hebben een heel leuk spel, de beroepenschatkist, die jou een beetje inzicht kan geven in wat je kwaliteiten en je talenten zijn en misschien dat het je helpt om een goede keuze te maken. Schroom niet om ons even te bellen of te appen of te mailen.